Ja. Wouter van der Steen, 1-1 thuis tegen Sparta. Misschien had je er vooraf voor willen tekenen. Vooraf was het misschien een prima resultaat geweest. Maar als je hem in de 95 minuten tegenkrijgt, dan is het natuurlijk heel vervelend. Den Bosch, twee helften, twee verschillende gezichten. Weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat ze, voor mijn gevoel, waren ze eigenlijk behoorlijk vergelijkbaar. We hebben sinds twee weken een bepaalde weg zijn ingeslagen. Dat we iets meer vanuit, een stuk meer vanuit de compacte willen spelen. En dan weten we dat we jongens hebben die in omschakeling heel veel kwaliteit hebben. En dan zie je dat de laatste weken dat we daar heel gevaarlijk in kunnen zijn. Zo ook vandaag, denk ik. Eigenlijk in twee helften wel. Dat we na de 1-0 eigenlijk in de eindfase 2-0 moeten maken. Dan is het klaar. En nogmaals, dan is het heel vervelend dat je hem in eindfase 1-1 tegenkrijgt. Kansen hebben we wel gehad, hè? Met name Boujar Glavin. Blummel kregen nog een paar kansen. Ja, klopt. Ja, daar doe ik ook op. Als je die maakt, is de wedstrijd klaar. Maar als dat dan niet gebeurt, dan moet 1-0 ook gewoon genoeg zijn. En dan is het wel, dan vind ik het eigenlijk gewoon wel slecht hoe wij hem in de eindfase dan nog tegenkrijgen. Uiteindelijk een eigen doelpunt hebben we begrepen van Velkov. Ja, dat was ongelukkig. Die bal die wordt ingebracht. Die wordt in de doelmond gekopt. En volgens mij zelfs nog een keer verlengd. En hij doet er alles aan om hem weg te werken. En hij karamboleert, zoals dat dan zo mooi heet, volgens mij in de verre hoek. Ja, dat is gewoon kloot. En je had even later nog een prachtige redding in de linker benedenhoek. Want anders had je gewoon nog kunnen verliezen, hè? Ja, ik had meteen na de 1-1 wel. Ik zag dat iedereen echt helemaal kapot zat. Maar ja, Nijhuis had besloten om 7 minuten bij te trekken. Dus ik wist dat we nog wel even te gaan. Heb je wel eens eerder meegemaakt? 7 minuten extra? Nee. Nou, ik moet wel zeggen dat de wedstrijd de tweede helft echt heel vaak stil heeft gelegen. Maar dan vond ik 7 minuten nog steeds wel vrij fors. Maar nogmaals, na die 1-1 zag ik wel dat iedereen echt kapot zat met de 1-1. Maar ja, dan is 1-1 nog wel een resultaat. En als je dan 2-1 tegenkrijgt, dan sta je helemaal mis. Een telstargevoel van twee weken geleden. Dus dan ben ik inderdaad blij dat ons bespaard is gebleven. Je ranselde er nog eentje uit in de linker benedenhoek, hè? Ja, daar sta ik voor. Maar het is wel een lekker gevoel dat je dan inderdaad zo'n bal nog kan pakken. Nu misschien even balen in de kleedkamer, maar als je straks de wedstrijd nog eens overdenkt, wat denk je dan toch 1-1 terecht resultaat? Ik denk dat Sparta gewoon een hartstikke prima ploeg is. En dat heb je ook gezien dat ze ondanks ons compacte spel nog steeds wel de mogelijkheden en de kwaliteit hebben. En heel veel fysieke kracht om kansen te creëren. Dus ik denk gezien het spelbeeld de hele wedstrijd dat 1-1 wel een prima afspiegeling is. Alleen als jij 1-0 maakt in de 70 minuten denk ik, en daarna echt kansen krijgt om 2-0 te maken. Dan vind ik dat ons dat niet meer mag overkomen. Dus teleurstelling overeerst nu absoluut. Alleen ik denk dat het wel weer ons extra sterkt. Met het gevoel dat onze manier van spelen van dit moment echt de juiste is richting de play-offs.